Op 2 april begon Ed Jongmans in Haren als waarnemend burgemeester voor de gemeente Haren. Hij was 16 jaar toen hij als jonge ambtenaar begon bij de gemeente in Meidrecht. En hij zit nu naast meneer Jongmans. Welkom bij de lokale omroep. Goedenavond. Je hebt ervaringen bij lokale omroepen, geloof ik? Ja, zowel in mijn Zeeuwse periode als ook in mijn Twentse periode heb ik ervaring opgedaan met regionale en lokale omroepen. Ja. TV al? TV ook. Ja, dus je bent niet bang voor die camera staan. Hè? Laat ze maar lekker schijnen. Dat maakt niet uit, denk ik. U bent nu net een paar weken bezig in Haren. U bent burgemeester sinds 2 weken nu. Kunt u iets zeggen over die eerste weken in Haren? Nou, ik moet zeggen dat waren best intensieve weken. Zowel voor wat betreft de kennismaking als ook voor wat betreft de zaken die ik in Haren heb aangetroffen. En ook omdat er samen met de wethouders en de medewerkers gewerkt is aan de eerste bestuursrapportage. Ja, daar komen we nog op terug. Zometeen, uiteraard, zou ik haast zeggen, dat is belangrijk genoeg. Toch eerst eventjes Haren zelf als gemeente, hoe ervaart je die? Haren zie ik als een hele mooie plattelandsgemeente met een mooi buitengebied. En 4 kernen die een fantastisch mooi silhouet hebben, dat valt mij buitengewoon op. Daarnaast probeer ik toch ook een beetje door het buitengebied heen te kijken. Omdat ik ben aangekomen in een periode dat het nog niet het mooiste is. Omdat het plat nog niet aan de bomen zit. En zeker als we binnenkort hebben dat de bomen zich ontpoppen, ontluiken. Dan zal het nog mooier zijn dan het nu al is. Mm-hmm. U bent begonnen, ik zei het al bij de inleiding, als hele jonge ambtenaar bij de gemeente Meidrecht. Wat trok u toen aan bij de gemeente? Wat heel veel jonge mensen als iets saais zien, hè? Ja, kijk, dat komt misschien ook omdat mijn vader was oorspronkelijk gemeenteraadslid en is later wethouder geworden. En je krijgt dan toch van huis uit het gemeentebesturen al een beetje mee door de contacten die er zijn. En ik heb van jongs af aan ook, voordat ik werkte, wel eens raadsvergaderingen bezocht. En dat boeide mij wel, dat werk wat een gemeente voor de burgers doet. En uiteindelijk ben ik toen in de buurgemeente waar ik woonde, ben ik gemeenteambtenaar geworden. En ik heb daarna de opleidingen gevolgd die voor een gemeenteambtenaar dan bestaan in de avonduren. Ik ben overgestapt van de gemeente Meidrecht naar de gemeente De Bilt na ruim 8 jaar. De Bilt waar het weer gemaakt wordt, zoals men allemaal weet. En ik heb toen daar 10 jaar gewerkt. En in die tijd heb ik ook mijn rechtenstudie in de Universiteit Utrecht volbracht als avonduren zo'n beetje. Avondstudent. Ja. En ik heb mijn studie afgerond in de avonturen op het gebied van management en organisatiekunde. En doorzetter bent u of niet? Ik ben een doorzetter gaan volhouden. Ja. S'avonds heel veel gedaan. Ja, maar wel een leuke jeugd gehad en daarna begonnen zo'n beetje. Het heeft natuurlijk ook offers gekost. Kun je het samenvatten? Hoe bedoelt u? Een leuke jeugd gehad en daarna begonnen in die zin van. Nou, het heeft ook nadelen als je overdag werkt en 's avonds studeert in verband met toch de ontspanning die je hebt. Ja. Dus ik ben niet iemand geweest die genoten heeft van het studentenkoor, om iets dergelijks te noemen. Dus dat vergt ook, zeker als je studeert aan een universiteit als extraneus, als avondstudent. En je moet ook overdag werken. Dan vergt dat nogal wat, vooral voor wat betreft je planning, als je toch je sociale verplichtingen in familieverband en daarnaast andere verplichtingen wilt voldoen. Alleen dat is ook door goede samenspraak met mijn vrouw altijd gelukt. Ja, uw gezin is nog in Weerselo. Je bent door de week in Bergen-Enschot, daar bij de zusters. Dat is ook een opoffering toch, hè? Ja. In feite wel natuurlijk. Je zou het liever anders zien, maar door omstandigheden loopt het zo. Door herindeling in Twente, zoals u dat een paar jaar geleden in Brabant hebt gehad, is het zo gelopen dat er meer functionarissen waren om burgemeester te worden dan dat er gemeenten waren. En ik ben een van de burgemeesters die uiteindelijk niet in beeld is gekomen om de functie voor te zetten in Twente. En ik wilde graag actief blijven op het gemeentelijk erf in een burgemeestersfunctie. En ik heb me dus aangemeld om toch zo snel mogelijk weer in een waarnemingsfunctie of een definitieve functie aan het werk te gaan. U hebt in Aardenburg, we zijn al eerder in Zeeland gestaan, in Zeeuw-Vlaanderen en in Weerselo als laatste gemeente. Mm-hmm. Er waren ook nogal wat problemen.
Een hectische periode, kun je wel zeggen. Ook twee gemeentes die heringedeeld zijn. En toen ze heringedeeld waren, toen ging u daar weg. U zei dinsdagavond bij de commissievergadering Algemeen en Bestuurlijke Zaken en Middelen, zei u van, ik heb toch een beetje een onbehagelijk gevoel om dit soort tegenvallers, een tekort van 1,5 miljoen, waar de gemeente Haren nu mee komt, om die te presenteren, dat te brengen. Hoe moeilijk is het nou om als burgemeester in Haren te komen en gelijk zo gigantisch in de problemen te zitten als bestuur zijnde? Nou ja, kijk, het aantrekkelijke van besturen is natuurlijk om toch ook problemen die er zijn, om die samen met anderen op te lossen. Maar Jasse Liebenieke al, denk ik. Alleen, ik had natuurlijk toen ik voor het eerst kennis maakte met Haren nog niet verwacht dat ik deze zorgen aan zou treffen. En het is natuurlijk buitengewoon vervelend als je toch dit soort forse tegenvallers, want zo kun je ze betitelen, moet presenteren. Alleen, ik sta ervoor dat ik de boodschap beter direct kan brengen dan die boodschap op kan zouten. En ik vind ook dat we met elkaar moeten zoeken naar een structurele oplossing. Is het zo dat u, toen u in Haren kwam, hebt u dat uiteraard dat goed bekeken allemaal, hoe het financieel in elkaar zit? Is het nou ook een bewuste keus geweest om te zeggen, ik wil dat gewoon bekendgemaakt hebben, dat ik ook mijn eigen tijd duidelijk markeer, ik begin hier, maar wel met die problemen? Kijk, toen ik me oriënteerde op Haren, en dat ging in een heel snel tijdsbestek, toen heb ik kennis genomen van de begroting van Haren, zoals die voor 2001 is vastgesteld. En dat zag er op zich toch behoorlijk florissant uit. Zei je dat er ook wel signalen waren dat het allemaal wat moeizamer zou lopen. Ook in verband met het zoeken van oplossingen voor bezuinigingen die men nastreefde. Alleen, kort daarna, reeds bij een van de eerste besprekingen met het college, bleek dat door voorbereidingen die door de medewerkers al waren getroffen, dat er toch forse tegenvallers in financiële zin te melden waren. En dan ben ik iemand, en daar hebben de wethouders ook heel goed aan meegedaan, die zegt van, presenteer deze zorgen maar gelijk naar buiten, want de burgers en ook de raad hebben gewoon recht om te weten hoe het erbij staat. Nu zei men ook dinsdagavond, dit moet toch het college veel eerder hebben geweten. Martin Keizer zei, is het een bewuste keus geweest om de kop in het zand te steken, het vorige college? Althans, behalve dan bij de wethouder, want die staat daar al natuurlijk. Het is voor mij wat moeilijk om, zeker in dat korte tijdsbestek, met alle beslissingen die inmiddels genomen zijn en de voorbereidingen die getroffen zijn, om dit naar buiten te brengen, om me extra te verdiepen in de voorgeschiedenis van dit gebeuren. Er is natuurlijk bij de begrotingsbehandeling ook al een signaal afgegeven dat er ten aanzien van bepaalde bezuinigingen toch zorgen werden verwacht. Dat is aangegeven. Maar het is wel zo dat ik hou er niet van om de kop in het zand te steken. Ik ga liever de discussie aan en probeer met de raad, met de medewerkers, de rode draad terug te vinden om het schip weer koers te krijgen. Ja. Een tekort van 1,5 miljoen. Het is inmiddels tot 2 miljoen opgelopen. Hoeveel miljoen wordt er dan uit de hoge hoed getoverd? Of blijft het nu bij die twee, denkt u? Kijk, dat is een uitlating die ik graag voor uw rekening laat. We toveren niks uit de hoge hoed. Het zijn keiharde cijfers waar het om gaat. Maar blijft het bij de 2 miljoen? Ja, maar ik wil even verhelderen meer waar die 5 ton vandaan komt. Het college wilde zo snel mogelijk naar buiten toe om die 1,5 miljoen helder te maken. En omdat we nog bezig waren met de problematiek rondom de bestemmingsplannen, werd er nog gecijferd op dat moment hoe dat erbij stond. En daar is die 5 ton vandaan gekomen. Maar ik heb van de week in de commissie ook gezegd dat er zijn nog bepaalde elementen die ook nog tegen het licht gehouden moeten worden. Ik weet nog niet precies welk prijskaartje daaraan komt te hangen. Maar we zullen met elkaar keuzes moeten maken van wat er de komende tijd nog wel en niet in Haren kan. Ja, de kritiek was ook heel fel van de week, hè? Zelfs van de coalitiepartijen. Van echt als zij, CDA, in grove nalatigheid, Keizer met het schaamrood op de kaken. Wat moet er nou gebeuren om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen, denkt u? Kun je dat kort aangeven? Ja, ik denk dat er twee belangrijke dingen spelen. Dat is, het is goed dat er gewerkt wordt aan het vinden van de goede structuur voor de organisatie. Waarbij ik denk niet aan een reorganisatie, maar aan een bijstelling. En ook aan een stuk cultuur.
bijstelling, een cultuurontwikkeling. En daarnaast zullen we met elkaar de komende maanden moeten werken aan de begroting 2002. Want ik vind een incidenteel tekort vind ik op zich niet zo erg. Daar kun je overheen stappen, maar een structureel tekort is veel erger. Want dat vind je ieder jaar terug. En daar zullen we met elkaar aan tafel toch keuzes moeten maken. Die, en daar zullen die 6 ton, hè? Die structureel. Ja, die 6 ton en eventueel vanwege toch wat zaken die nog in beeld komen nog bij zou kunnen komen. En daar zullen we de begroting voor moeten marcheren om te kijken van hoe we dat op gaan lossen. Ja, maar voorlopig collega's die ziek zijn, of afdelingshoofd die ziek zijn, kun je niet. Die mensen heb je wel nodig. Dus die 1,5 miljoen, zei je van de week, dat tekort heb je in wezen nog voorlopig. Het college gaat ervan uit dat we in ieder geval gebruik maken van de vervangende arbeidskrachten tot 1 december. De instelling is opgericht om toch zo snel mogelijk interne krachten te werven. En hopelijk kunnen we dus die periode tot 1 december bekorten. Om op die manier wat winst te maken. Alleen ik heb er geen zin in om te zeggen van nou koers op 1 september. Want ik weet nog niet of ik het haal. Nee. En anders moet ik weer terug om x aan geld bij te vragen. Omdat de begrotingsbedragen overschreden worden. 19 april, is dat een bekende datum voor u? 19 april was de eerste raadsvergadering. Ja, en toen stond ook de vacature van de nieuwe burgemeester voor haar in de Staatscourant. Als u dat bedoelt. Hebt u hem gezien? Ik heb hem inmiddels gezien. Ja. Leuke tekst gaat u solliciteren? Nou, de tekst is op zich niet opvallend, want die is gelijk aan alle anderen. Ja. Dus daar zie ik niks bijzonders aan. Maar toch? Kijk, u weet net zo goed als ik dat bij burgemeestersvacatures kandidaten altijd heel voorzichtig zijn hoe ze daarmee omgaan. En dat wil ik in dit geval ook zo houden. Voor u geen reden om te zeggen, ik doe het niet na de eerste 2 weken? Nee, maar ik wil me graag bij mijn antwoord laten. Wij wachten het af, wellicht dat u langer hier bent en wellicht een hele goede zaak. Dat maakt u dan mee. Ik ook. Ik dank u wel voor uw eerste optreden bij de HOS. Er zullen er nog meer volgen, denk ik. Dank u wel. Graag gedaan. En wij gaan door naar het Helvoorts weekend, want dat gaat niet door. Jammer genoeg vanwege de Mont en Klaus hier kiezen ze weer. Heel erg jammer natuurlijk. We kunnen wel toch wat goeds melden van het Helvoorts weekend. Want de claims die er lagen aan van de contracten, die vallen nogal mee, zijn behoorlijk teruggebracht door de organisatie. En er zijn in elk geval geen financiële problemen, is ons meegedeeld. En nog een ander goed nieuws is dat de verenigingen die zijn aangesloten bij de Hooi in elk geval hun geld krijgen, wat ze elk jaar krijgen op grond van de inkomsten van het Helvoorts weekend. Dus ook die hoeven niets te missen in dit jaar. En wellicht komt er toch nog in september, bij het 25-jarig bestaan van de Hooi, een klein Helvoorts weekendje aan. Dat nog even onder voorbehoud, maar er komt nog wel wat aan in elk geval. En we hebben, omdat we geen Helvoorts weekend hebben, in elk geval wel muziek van Helvoorts weekend van vorig jaar. En dan gaan we kijken naar City to City, The Road Ahead. The road ahead is empty. It's paved with miles of the unknown. Whatever seems to be your destination, take life the way it comes. Oh, take life the way it is. Horizon in the distance, so close and yet so far away. You shouldn't be surprised when our arrival, the dream is flown away. And fear's not here to stay. Now Helvoort, come on. The road ahead never gives away a promise.
Take life the way it is.